Het ziet er echt super mooi uit. Hier heb je dus een hoekje. Daar heb je hier chill lounge. Mooie gedachte gewoon. Kijken welke ga ik al eerst pakken. Oh, lekker zwemmen. We zijn het gewoon zat als het nog steeds alleen is. Room met. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan wij in Amsterdam even wat eten. En daarna gaan we naar een soort van afterparty of zo van Lil Kleine. Maar nu ga ik eventjes iets eten met Daf, zijn broertje en een vriend van hem. Dit is mijn outfit of the day. I'm letting God handle all things above. I can't change it, the reason you love me. Listen, you can hear them calling my name. I'm all over the place, I can't sit in one place. I'm not ashamed at all. Still finding myself, let alone the soulmate, I'm just saying. Feel like we one and the same, our relationship changed. That already never existed. Whenever they say something about us, you listen. Nou jongens, het is heel lang geleden dat ik en Daf naar de spa zijn gegaan. Maar we zijn nu bij Spa 1001. En ik ga jullie even een rondleiding geven, want ze zijn nieuw hier in Almere. En ja, het ziet er echt super mooi uit. Dus ik ga jullie even een rondleiding geven. Hier heb je dus een hoekje waar je badjas en je slippers staan. Dan heb je hier een spiegel. En ze hebben hier gewoon standaard make-up remover. Want ik ben hier ook echt heel random naartoe gegaan. Zonder enige voorbereiding. En ik heb nog make-up op mijn hoofd. Dus dat is echt super nice. Dat hebben. Dan heb je hier de chill lounge. Je kunt Netflix kijken, Spotify zetten. Een bad met zeezout. Jacuzzi'tje. En een saunaatje. En vandaag zijn we kindvrij, dus ik ben nu echt al kapot. Ik zou nu ook echt al in bed willen liggen, maar ik ga wel even genietos. Ah ja. Ja, schat. Schat, ik ben zo kapot. Ik ga in de spa zijn met mij. Nou, ik ben er redelijk. Het is goed, maar echt weer. Het is gezellig, hè, Dubai? Ja, echt leuk. Mijn look of the day. Ik heb een bob gezet. Zomaar veel meer met flits. Oh mijn god, echt. Nou, dankjewel, maar dat was echt heel awkward. Ik ben echt zo snot van kou, joh. Ik ben zo ziek. Oh. Oh nee, het is een kreeft. Ja. Yeah. Ik hoor jouw gedachten gewoon. Ik wil kijken welke ga ik al eerst pakken. Wat is dat? Het is burrata. Ik heb dat nooit gegeten. Heb je nooit burrata gegeten? Nee. Jij ook niet. Houden jullie van kaas? Het lijkt op mozzarella, maar ik zie al die TikTok meisjes dat eten. Ik moet het vergeten. Ja, maar weet je, dus als de eerste keer niet lekker is, dan ga je het nooit meer willen eten. Maar het is gewoon mozzarella. Oké, maar eerlijk, van 1 tot 10 is het lekker. Ja, man. Vega roll. Nee, ze vonden dat dit voor mij gewoon vega roll zat. Was vind ik niet eens lekker. Ja, nou, we hebben goed gevulde tafel, hè. Dit is echt onmogelijk. Deze handjes gaan zo snel. Kijk, jij is nu aan het kijken van wat ga ik pakken. Je bent gepland. Omdat je wel proeven? Nee. Ieder gezellig mee, hè? Lekker uit eten. Hallo jongens, we zijn nu ergens in Utrecht. Maarsen. Want we zijn bij een baby spa. We zouden het echt al heel lang doen, maar het is er nooit van gekomen. Dus vandaag is de dag. Hé, Ieder, zin in? Hallo. Gaan we lekker zwemmen? Gaan we lekker zwemmen, schatje? Hoi. Hey. Hey, wat doet papa? Wat doet papa? Ja? Ik denk dat je mouwen
handjes beter omhoog gaat, anders wordt hij nat. Of heel steunend tijdens het groeien. Het steunt met zijn hand, het steunt met zijn handpijltjes, het steunt met zijn spiertjes. Dus dat zit er niet. We gaan naar. Het water is ook heel warm, hè? Beetje koud. Het voelen, maar geen pijn, zeg ik altijd. Ja. Dus we gaan starten. Ik heb naast je magnesiumcreme gezet. Die mag je iedere keer gebruiken wanneer je nodig heeft. Magnesium heeft meer dan 300 voordelen in onze lichaam. Bij de baby's is het 100% opname met die crème en met zoutcreme. Ja, ja. Nou, we zijn gezellig bij Charlotte. Voor de mensen die Charlotte niet kennen, ze zit in de... Nee. Ja, hoe ik eruit zie, wat een gek, hè? Ja. Maar mag ik even kijken naar mijn hoofd? We hebben de aangemeld van Langlevende Liefde, maar... Het gaat gewoon in doen, hoor. Alle mannen die kijken. Ja, ik word er eigenlijk wel voor opgeven. Dat lijkt me echt zo grappig. Maar dat zijn niet moet gewoon zeggen, we zijn het gewoon zat dat ze nog steeds alleen is. Ja. Dus nog steeds een leuke man voor haar. Ja, ze is prettig gestoord. Oh, je bent wat heet aan het opnemen? Ja. Oh jeetje, ook niet op te plakken. Nee, dit blijft gewoon in. Maar dan ben je gewend, toch? Ze knippen nooit meer. Laatst vroeg ik ook aan Charlotte van, hoe ken ik jou eigenlijk? Ja, we konden eigenlijk alle twee niet echt beantwoorden. Ja, gewoon van het uitgaansleven. Kar heeft lekker gekookt. Ja. Dit is, hoe heet het ook weer? Drie gangen menu. We beginnen, met wat beginnen we? Met de saus. Oh, met de saus. De fijnproevers. Ja, en dan gaan we door op de krulfriet. Die. Zelf gemaakt. Mm-hmm. En de margarita. Ja, zelf. Ik heb een steen over. Ja, iedereen is gezellig first days aan het kijken. Hallo. Hallo. Dag Mark. Dag, in het first days. Je zit er helemaal in, hè, Iri? Wat vinden we ervan? Vinden we hem leuk? Iedereen. Of niet? Papa? Nee, ik heb geen oog voor jou. Nee, oh ja, dit is Iden, zijn vriend Sebastiaan. Zijn knuffel hebben we Sebastiaan genoemd, na tenminste de video. Ja, de video zou meestal zeggen hallo tegen Sebastiaan. We hebben alleen geen oog voor Sebastiaan. Oh, door die regendruppels lijkt het alsof ik sterrenhemel heb. Nou jongens, ik ben echt al heel de week poepie verkouden. Ik ben ook zo ziek. En vandaag was de laatste dag dat ik nog een beetje kon uitrusten. Maar ja, dan vind je wel graag naar die babyspa gaan. En dat wou ik gewoon echt niet missen. Dus waar we daarheen gaan. En toevallig Charlotte, een ziekvriendin van me waar we net waren. Die woonde in de buurt. Dus we dachten van laten we langs gaan. Maar je weet hoe dat gaat als je langs vriendinnen gaat. Dat duurt altijd tot midden in de nacht. Dus we zijn pas om 11 uur thuis. Dus ik ga denk ik gelijk mijn bed inspringen. Orders doen. Ik moest nog een paar dingen doen. Dus dat moet ik wel echt doen. Want ik weet, als ik morgen wakker word, ben ik lui en moe. En dan ga ik het niet meer willen doen. Maar ja. Ik heb spijt dat ik vandaag niet de dag heb genomen om uit te rusten. Dus hopelijk slaapt iedereen lekker door. Zodat ik ook eventjes mijn rust kan pakken. Het is weer maandag. En jullie zien waar ik ben. Ik ben weer op werk. Ik ben hier met Noordin. Gezellig. Nou, gezellig. We hebben net ingemaakt met middag tentamen. Ja. Dus ik wil even niet meer tegen hem praten. Ja. Pakjes. Nou, we zijn weer hard aan het werk. Je ziet het. Zweet zat op mijn voorhoofd. ik ben vandaag lekker afgezet. Dus ik hoefde niet mijn hersenen te gebruiken om te... rijden. Dus dat voelt heel lekker. Ik wou dat ik eigenlijk elke dag naar werk kon worden gebracht. Wacht even, jij bent er niet. Wat? Ja, mijn kaartje is net uit mijn hand gevlogen en de rivier inge... Yo, je spreekt met z'n... Wat? Mijn kaartje is net onderweg hier naartoe gelopen. Toen ik hier naartoe vloog mijn kaartje uit mijn hand en is hij zo de... Hoe noem je dat hier? Rivier of... In het water. In het water gegaan. Dus ik wil eigenlijk achter jou aanrijden. Je wilt achter me aanrijden, maar ja. Dat mag niet. Ja. En laatst belde ik aan. Toen zei ik ja, want je kon niet betalen. Was iets. En toen zei hij van, ben jij voor de Comunica? Toen dacht ik, oh.
Nee. Maar ik heb ook zo'n stem. Niemand anders heeft zo'n stem. Zo'n lage, verkoude stem. We gaan erin trouwens. Ik heb geen vraag aan de lijn. Hallo jongens. Het is vandaag dinsdag. En ik ben weer op werk. Ik heb mijn eten van Hey Foodie meegenomen. En er zit pasta salade. En room met rijst en groenten en wat is dit? Garnaal. Oh, ik heb de Fino's eten gepakt. Maar ja, dat ga ik hem lekker niet vertellen. Haha. Hey, vies met snotjong. Vieze frummel. Noorden is racist, jongens. Vol, doe dit nou niet, dadelijk gaan mensen dit echt denken. Met jouw power is te erg. Net als Nadia melden bij de balie. Nou, het is nu 6 uur. Zo weer bijna tijd om naar huis te gaan. Deze Vaseline. Lip Therapy. Aloe vera ruikt zo verschrikkelijk lekker. En je lippen blijven ook echt lang moisturized. Dus vooral deze droge dagen. Wat? Ze ligt. Ik dacht. Nee. Oh, ik dacht zomaar ze praat je door mijn vlog heen. Dat is disrespect, hè? En voor de mensen die me lange tijd volgen, jullie weten het. Dit is mijn favoriete parfum. Wat is waarvan is dat? Shannon. Ik hoop dat jullie het goed hebben gehoord. Je slaat wel eens de plank mis. Het was gewoon niet zo lekker vandaag. Maar heb ik nou echt helemaal weg? Zal maar wegspoelen met chocomel. Gooi nooit eten weg, maar dit was niet de ene. Dat kan niet. Ik weet het, wat niet kan is mij met een misselijke omdat ik niet kan openen. Moet helemaal misselijk van. Oh. Ja, sorry Shen. Ik heb het wel helemaal. Ik, nee, je hebt het niet helemaal opgegeten. Ja, ik heb nog een bakje kark, dus het komt hartstikke goed. Nou, het eten ligt in de prullenbak. Zal nog even voor je filmen. Ik hou niet van eten weggooien. Ik gooi nooit eten weg, dus ik hou hier niet van. Maar dit was gewoon niet te eten. Wat stond op het menu dan? Champignons en witte rijst. Oh. Als ik in de fucking ghetto of nee, in de Gilla zit. Ze dacht, less is more. Nou, Iden heeft net lekker bosbest bananenpannenkoekjes gegeten. Hij is gewoon aan het huilen omdat het op was, dus ik heb het extra gemaakt. Ja, dit kind is niet normaal. Hoi. Lekker hè? Lekker hè? En ik wil dus een TikTok-account maken met babyreceptjes. Omdat iedereen altijd in mijn hoofd lult eigenlijk. Hoe ik dit maak, hoe ik dat maak voor iedereen. Wat die eet. Dus lijken jullie dit een goed idee? Zet het in de comment. Kijk hier mijn knappe jongens. Auto. Oh, heel auto-td. OOTD. Outfit of the day. Een super schattige Winnie de Pooh pakje van de Primark. Schatje, het ziet er goed uit vandaag. Zo, ik ben net terug van Hilversum, want ik had net opnames. Samen met Noordin, was echt gezellig. Ja, ik heb vandaag niet veel gevlogd, want ik was bezig met Iden ook. En ja, voor alle mommies die me volgen, hebben jullie zeg maar niet dat als je gewoon eventjes een half uurtje op je telefoon zit en dan naar je kind kijkt, denk van, wow, je bent geslachte moeder. Ik heb soms dat ik dan eventjes bijvoorbeeld op TikTok zit te scrollen en dan zie ik iedereen zo spelen met zijn voetjes en dan denk ik, wow, je zal nog even mijn kind 24/7 aandacht. Oh mijn god, ik ben helemaal buiten adem van traplopen. Sinds ik ben bevallen ben, heb ik ook niet meer gegymd. Ik moet ook echt weer gaan gymmen, want echt, die kilo's die vliegen langs mijn oren. Nou, vandaag komen twee kleine vriendinnetjes van me mee op snuffelstage bij Funnix. Echt super schattig. Dus
ze kunnen elk moment hier zijn. Maar ik denk dat ik vandaag niet meer ga vloggen. Morgen komt deze vlog al online. Dus ik ga mijn vlog afsluiten en ik doe een beetje zachtjes. Want ik kan niet slapen, hij was erg moe vandaag. Zijn favoriete knuffel Sebastiaan. Zit er ook gezellig bij. Hij moet zo naar de opvang, dus ik moet hem straks wakker maken, echt zien. De volgende vlog is in... Dubai! Ja, Davini heeft mij gisteren verrast voor mijn verjaardag. En we gaan voor mijn verjaardag naar Dubai! Oh my god! Alleen, iets wat hij slecht heeft geregeld is dat we over twee dagen gaan. Ik moet straks werken. Met welke kleren ga ik? Ik ga morgen als de bieder weer... Hele dag shoppen. Ik moet allemaal nieuwe dingen halen. Dus wens me succes. Dus volgende week is de vlog gezellig in Dubai. Vond je deze video leuk? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want hoe kan het dat je elke week kijkt, maar je bent niet geabonneerd. En ook abonneren op het kanaal van Toetsen en Bellen. Elke dinsdag komt er een nieuwe aflevering. We zijn nu bij aflevering 4. Nog 2 te gaan en dan is het eerste seizoen alweer voorbij. Dus zorg dat je dat doet, oké? En dan zijn we beste vrienden forever.